vandaag voor de eerste keer hier. Voornamelijk omdat ik gevraagd werd om hier te zijn. Mm-hmm. Op het moment dat ik net een klap tegen mijn hoofd had gekregen met het voetbal. Ah, dus iemand sprong met een knie in mijn ogen. Mm. Ja. En daar heb ik op zich nog steeds last van. Dus het is heel fijn dat dan te kunnen vertellen, over te kunnen brengen. Goed dat je er bent, want dan kunnen we er mooi naar kijken. Yeah. Helaas, hè? Ja. Vooral dat. Doet ook verdriet of niet? Ja, het is verdriet. Ja. Wat maakt het lastigst? Er zijn bepaalde dingen op dit moment die het kan. Nee, wat kan je het minste? Openbaar vervoer. Oh, te glijden, zoals die. Nee, trillingen. Ach, ermee gaat. Hoe is dat voor jou? Je bent de zus volgens mij. Ja, ik ben de zus, dus ik heb het van dichtbij meegekregen. Ik stond ook op het veld toen het gebeurde. Zij is keeper helemaal aan de andere kant. Dus ik zag er ook heel exact dat er dus ook meer gaan. Ja, yeah, doet jou ook wat, hè? Yeah. Herken je je zus nog? Of soms. Soms niet, hè? Wat? Heeft ze veel thuis alleen gezeten of niet? Yeah. Heel erg. Ze kon ook heel veel dingen niet meedoen. Nee. Altijd rekening houden met haar. En daar werd ze helemaal zat van. Ja. Yeah.